President Chandrika Prasad Santokhi is samen met een presidentiële delegatie vertrokken naar Barbados. Op uitnodiging van premier Mia Motley zal het staatshoofd deelnemen aan de De-risking and Correspondent Banking Congress. Tijdens deze bijeenkomst zullen deelnemers zich buigen over de uitdagingen waarmee de kleine landen in de regio te kampen hebben op het gebied van de-risking and Correspondent Banking. Premier Motley heeft behalve het staatshoofd van Suriname nog een aantal collega's en een vertegenwoordiger van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een rondetafeldiscussie op 20 april. De delegatie keert morgen meteen na het congres terug naar Suriname.